Was het anders dan je had verwacht van tevoren? Nee, ik had niet echt een verwachting of zo. We hadden een meneer die kwam me verhaal vertellen in Zwitserland. En ja, daarvoor wist ik er niet veel van, maar het was wel heel erg schokkend. En ja, als je daar ook bent, dan zie je ook echt wat er daadwerkelijk is gebeurd. En kleding en schoenen van kinderen. En ja, echt verschrikkelijk. Is dat wel het meest zal blijven hangen, die beelden ook van kinderen? Ja. Ja, je ziet covers en je ziet kinderschoentjes en niet een paar, maar echt gewoon weet ik veel hoeveel, gewoon bijna duizenden. En ja, dat is wel echt schokkend, dat blijft wel bij je hangen. Dan moet je s'avonds trainen in een vol stadion, gaat de wever op een gegeven moment zelfs doorheen. Ja. Ja, een dag van uiterste hoorde ik iemand zeggen. Denk je dat dan ook zelf of vergeet je het als je traint? Nee, ja, het is wel zo. Eerst ben je natuurlijk in Auschwitz en een paar uur later sta je bijna in een vol stadion te trainen. En ja, ik denk dat het ook wel goed was om eventjes met je hoofd weer bij het EK te komen met het publiek erbij. Hoeveel hebben jullie s'avonds onderling nog erover gehad? Of misschien was iedereen juist stil en praatte minder, ik weet het niet. Nee, ja, we hebben het er niet echt over gehad met z'n allen. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier heeft verwerkt.